van BeLive en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. En zoals je ziet heb ik Rollercoaster Tycoon 3. Van Rollercoaster Tycoon Classic gaan we naar Rollercoaster Tycoon 3. En ik ben echt blij dat ik deze game nu eindelijk terug heb, want het is ook echt een classic. Deze game is namelijk gemaakt van Frontier, dus de makers die ook Planet Coaster gemaakt hebben. En binnenkort ook Planet Zoo. Mijn Insta Stories heb ik gevraagd van wat willen jullie het liefst zien dat ik doe in dit spel? Level spelen of een park bouwen? De meeste van jullie hebben gekozen voor een park te bouwen. En dat gaan we doen. Dus we gaan nu eerst naar spelen gaan. En dit eerste pad gaan we al direct ook verwijderen. En toen moet de paden hetzelfde blijven. Dus gaan we even deze muur wegdoen. Zo. En dan gaan we... Natuurlijk gaan we hem wat hoger gaan bouwen. Zo, deze sluiten we dan al af. Wordt van een thema van maken. Oké, dan bouwen we hier een venster. Ik ook nog een raam gaan bouwen. Natuurlijk kan je het spel ook niet gaan vergelijken met Planet Coaster. Dat is natuurlijk wel nu een ouder game hier, dus deze kan we niet gaan vergelijken met Planet Coaster. Hé. Zo, plaats nog ietsje hoger. Dan kunnen we daar misschien dat dan daar zo deze dingen nog bouwen. Misschien een ander kleurtje wit. Zo. Dan plaatsen we hier al onze ingang. Dus dit plein gaan we ook nog wat gaan bewerken. Planting zo plaatsen. Dus we gaan eens kijken wat we kunnen plaatsen. We gaan hier een grote Douglas. Boom plaatsen. We hier een eerste attractie kunnen plaatsen. Dus we even er ook de middenvakjes wegdoen. Zodat we ook wat planten kunnen doen. Right of zo kunnen plaatsen. En we gaan een kleurtje nemen. Groen. Bruin. Zo. Natuurlijk moeten we maken dat we niet buiten het park gaan, of buiten de ingang gaan bouwen. Dus hier ingang en dan we daar de uitgang gaan bouwen. Of wat er ook nog leuk lijkt, omdat die toch rechtdoor is. Zo. We hebben dit nodig. Yes. Dan gaan we hier nog wat beplanting en zo bouwen. Maar eerst gaan we kijken voor ons station. Zodat we ons station ook wel mooi kunnen gaan thematiseren. Kijk, dan hebben we hier al een deel van ons station. Dan gaan we ons dak daarop plaatsen. We kunnen misschien vanaf hier het midden ongeveer. Dan iets een horen gaan bouwen. Eens kijken wat we dan kunnen starten hiermee. Misschien kunnen we ze laten starten. Eens gaan we wit doen. Doe bijvoorbeeld eerst door zo'n glazen koepel te laten rijden. 6.5 hours later. En zo is onze bruiloft, ons dak heb ik erop gekregen. Dat was een grote moeite voor het dak op te krijgen. Maar iets irriterends nu aan Rollercoaster Tycoon 3. Die je eerst alles goed kunt mikken voor erop te zetten. En zo, onze bomen staan hier.
denk dat ik misschien hier ook eens hier een gebouwtje gaan plaatsen. Doe even die bomen hier weg. Misschien als we hier door het kasteel kunnen laten gaan of zo. Die diagonale muur heb ik ook niet nodig. Voilà, dit heb ik nodig. Misschien dat we met deze bochten wel gaan werken. Dus dan hebben we hier een bogenmuur. Natuurlijk gaan we de muren niet te hoog bouwen. Zo, hetzelfde doen we aan de andere kant. Dan weer een muur tussen plaatsen. Zo, dat lijkt dat ze hier natuurlijk dan binnenkomen. Gewoon zo een klein inhang. Doorgang waar ze door kunnen gaan. Ik zoiets. Dan gaan we natuurlijk dit ook nog afmaken. Eens kijken voor dat dak te plaatsen natuurlijk. In de hoek staat natuurlijk een hoek. Zo kunnen we hier een kanon nog plaatsen. Zo. Yes, plaatsen we dan hier ook nog een dak op. En hier. Zo, dan zie je door dat fortje hierheen. Hier hebben we al een brug, hier hebben we een fortje. En zo gaan ze terug naar de ingang of terug naar het ding op. Hier gaan we natuurlijk ook nog iets aankleden. Toen moet je maken dat het ook niet te druk is. Eventueel kunnen we ook nog het gras aanpassen. Ook nog wat opvullen, want we hebben hier en daar ook nog lege plaatsen. Hier en daar zo wel nog verschillende bomen plaatsen. Zo. En dan kunnen we hier van voren misschien nog. Wel, geen boom. Yes, zo. Dan gaan we natuurlijk ook de hekjes daar plaatsen. Zo. En hier hebben we al een beginnetje van onze eerste attractie. Zo, en voor deze video zal ik het laten. Vond je dit een leuke video? Geef dan zeker die duim omhoog. Vergeet niet te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even het belletje naast de abonneerknop aan te klikken. Zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.